Podcast, de GameOcene. Welkom bij een nieuwe Fortnite video. Jullie vinden het leuk, ik vind het ook heel leuk om te spelen. Ondertussen ben ik level 28 en ik heb volgens mij 5 keer solo weten te winnen op mijn mobiel. Dus het gaat de laatste tijd best wel lekker. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga vandaag een keertje een challenge doen. We doen gewoon weer solo. Maar wat ik ga doen, ik mag geen pickaxe gebruiken. Dat is zeg maar dat ding waarmee je dingen kapot kan slaan. Die mag ik niet gebruiken. Met andere woorden, ik kan gewoon niks kapot maken. En dat gaat ziek lastig worden. Want meestal kan je dan zeg maar geen huizen kapot maken of daken kapot maken. Waardoor je heel veel zeg maar schatkisten misloopt. Waardoor je met andere woorden ook heel veel spullen gaat mislopen. Dus ik moet eigenlijk zorgen dat ik heel veel andere mensen ga killen. Zodat ik hun spullen kan krijgen. En op die manier dan hopen dat ik toch nog goede wapens weet te krijgen. Ik hoop dat het me gaat lukken en dat ik gewoon nog weet te winnen, maar dit gaat wel heel lastig worden. Maar vergeet natuurlijk eerst even niet allemaal dat duimpje omhoog achter te laten. Zouden we 1500 likes kunnen halen, zo awesome zijn. En abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je zelf ook een goede challenge hebben, laat hem maar gewoon weten in de reacties. En misschien dat ik die dan de volgende keer kan doen. Maar weet je wat, we wachten even tot we in de bus zitten en dan vanaf daar neem ik weer verder op. Nou, we zitten momenteel in de bus zoals jullie zien. Waar ik heen ga is naar Pleasland Park. Dat is dat park wat jullie waar ik het veldje nu neer heb gezet. Zeg maar linksboven in de map. Vind ik altijd een chille plek om heen te gaan. En daar heb je in elk huis heb je meestal wel wat wapens liggen. Zonder dat je zeg maar echt dingen kapot hoeft te maken. Dus ik hoop dat ik daar wat wapens kan vinden. En dat ik gewoon zeg maar wat mensen kan killen. En dat ik hun wapens dan vervolgens kan jatten. Zou heel mooi zijn. Trouwens, ik heb natuurlijk ook Bowser Army t-shirt aan. Natuurlijk mijn eigen kleding. Maar mocht je zelf ook zoiets willen, check het natuurlijk. Link staat in de beschrijving. Er is van alles te koop. Dus dan moet je even naar die site gaan. Maar ik moet nu even blijven opletten. En natuurlijk sowieso zorgen dat ik als eerst ben in een van die huizen. Want ja, anders ben ik sowieso genaaid. Dan weet je zeker dat het niet meer gaat lukken. Oh, ik zie daar al iemand anders zweven. Waar gaat hij heen? Volgens mij die gaat meer naar de rechterkant. Oké, dan ga ik gewoon naar het dichtstbijzijnde huis. Ga ik gewoon meteen naar deze. Oh, er zijn hier veel mensen, man. Oh, dit is wel een beetje verknopt. Maar ik zie dat hier een wapen ligt en een medikit. Dus dat is mooi. Dan heb ik in ieder geval al meteen een wapen. Moet hij hem wel oppakken. Hoppatee. Hopelijk ligt boven nog een shotgun of iets dergelijks. Nee, dat ligt er niet. Holy shit, oké. Ik heb een wapen. Oh, wel. Ligt hier wel een shotgun. Oké, nice. Die heb ik nodig. Helemaal in dit soort omgeving, in zo'n huis, dan moet je gewoon een shotgun hebben. Dus hier ben ik in ieder geval blij mee. Het begin is in ieder geval prima. Wat is hier nog verder? Dit is het probleem. Ik weet dat hier boven een kist ligt. Of hieronder. Maar ja, normaal ligt daar een kist, maar die ligt er nu niet. Of onder ligt ook een kist. Maar daar kan ik niet anders heen dan door iets kapot te maken. En dat mag dus niet. Dus we gaan meteen weer door naar het volgende huis. Kijk, dan moet je dit ding kapot maken. Ja, en dat kan dus niet. Oh, er is hier iemand. Ja, hier is iemand. Holy shit, hij heeft gewoon een mitrailleur of weet ik veel. Maar ik heb hem in ieder geval gekild. Nice, holy shit. Hij had wel goede wapens op zich. Nou, die shotgun hoef ik niet. Maar dit is wel echt een chill wapen. En die, of ik weet niet precies, mitrailleur noem ik hem gewoon. Dat is ook, ja, ik vind het niet een heel chill wapen. Maar wel nice. De kerel die zat voor geen meter op te letten. Die zat gewoon deze kluis open te maken. Maar kijk, hiervan moet ik het dus hebben. Gewoon lui die ik dan kill. Waardoor ik dan weer wat spullen erbij krijg. Dit is wel chill. Dit is de eerste die ik heb gekild. Oké, maar we gaan natuurlijk gewoon lekker doorspelen. En hopen dat we zo nog iemand tegenkomen. Want nu heb ik wel echt zieke wapens. Met die grijze shotgun, daar schiet je niet zoveel mee op. Maar met deze wapens zeker wel. Ik moet nog eigenlijk even een shield krijgen. Dat is het enige wat ik nog nodig heb. Want op zich heb ik al wel redelijke wapens. Maar het is nog niet helemaal. Ja, ik wil gewoon die shield. Want anders ga je zoveel sneller dood. Maar daar gaan we nu gewoon volop naar op zoek. Hopelijk ligt hier ergens iets. Nee, ook niet. Hier in deze ruimte. Of ja, hier is sowieso iemand geweest. Want die deuren staan allemaal open. Volgens mij is bijna in elk huis al wel iemand geweest hier. Oké, nice. In dit huis is nog niemand geweest. Hopelijk. Oh, ja, hier ligt een handpistool. Nee, die ga ik niet. Dan vind ik de wapens die ik nu heb een stuk chiller. Wat ligt hier? Weer een shotgun. Kom op, ik heb poisons nodig. Weer niet. Oh, ik heb hier volgens mij nog één ruimte te gaan. Misschien dat hier iets ligt. Nee, hier ligt ook niks. Maar ik hoor de voetstappen. Iemand is daar aan die andere kant. Ja, aan die kant is iemand. Dus we gaan die kant op lopen. Even kijken of we diegene kunnen vinden. Ja, hij moet hier ergens zijn. Hij moet sowieso in het huis zijn. Oké, dan gaan we daarheen lopen. En dan met deze paarse gun denk ik dat we wel kans maken om hem te killen. Oh, nice. Hier ligt in ieder geval zo'n ding. Dan kunnen we die pakken. Daar ondertussen. Oh, shit. Daar is hij gewoon. Fuck, ik let er niet echt op. Maar gelukkig ben ik wel op tijd.
Holy shit, dit is, het gaat uiteindelijk allemaal net goed, maar dit scheelde niet heel veel. Maar dan kan ik nu even mijn poisons nemen. Ja, dan heb ik in ieder geval 50 shield. En oh, what the fuck, er is iemand achter mij. Weg hier, weg hier, weg hier. What the fuck. Oh nee, 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 nee. Waar was die, waar was die? Ik denk dat hij zo hierheen komt. Ja, hij komt eraan, hij komt eraan. Oké, come on. Bam, 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 schiet, 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 schiet. Schiet, schiet, schiet. Hoppatee, ah shit, nee, ik moest net herladen. Oh fuck, het ging op zich best wel goed in het begin van dit potje. Hoeveel, oh hij had nog maar 6 HP. Oh, wat is dit zuur zeg. Holy shit, dit is echt balen. Oké, maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Kijken of het nu iets beter gaat. Het is gewoon te doen, hè? Het kan gewoon. Maar dan moet je wel, ja, die mensen wel killen. Oh, oké, let's go. Weet je wat, jullie zien me weer als ik zeg maar in de bus zit. Yo, we zitten weer in de bus. Waar gaan we heen? Pleasant Fields, zullen we daar gewoon weer heen gaan? Ja, fuck it. We gaan er gewoon weer heen. Net ging het goed. Dus ik hoop dat dat nu ook gewoon weer het geval is. En dat we gewoon in ieder geval daar levend vandaan komen. En dat we zeg maar als enige overblijven van dat gebied. Want meestal blijft er uiteindelijk één iemand over. En die heeft zeg maar alle wapens en zo. En ik hoop dat ik dat dan ben. Maar we zullen het gaan zien. Weet je wat? Ik geef jullie gewoon af en toe gewoon wat updates als er iets gebeurt. Want er gebeurt natuurlijk niet altijd wat. Come on, meteen een wapen, meteen een wapen. Ik heb een wapen nodig, ik heb een wapen nodig. Kom op, ergens een wapen. What the fuck, waarom ligt hier geen één wapen op de vloer? Misschien boven, dat zou natuurlijk nog kunnen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, hier ligt een shotgun. Oké, nou dat is in ieder geval perfect begin. Dat zo'n wapen heb je sowieso nodig. Dit is alleen een beetje fucked up. Ik mag dus niet mijn pickaxe gebruiken. Kan ik dit wel kapot schieten? Ja, dat kan ik. Weet je wat? Ik schiet hem kapot. En dan kan ik op die manier toch nog erdoor. Dit is een beetje fucked up op deze manier. Maar ja, ik heb dus beloofd dat ik de pickaxe niet zou graag gebruiken. Oh, nice. Hier ligt in ieder geval een shield. En hier ligt ook nog ammo. Nice. Dan heb ik in ieder geval weer wat kogels voor de shotgun erbij. Dat scheelt weer. Ga ik alvast mijn shield gebruiken? Ja, dat is wel net zo handig. Dan heb je in ieder geval 50 shield meteen aan het begin. Hoop ik dat ik zo meteen ergens nog een andere potion tegen kan komen. Trouwens, het vorige potje had ik ook wel wat plekken waar ik eventueel iets kapot had kunnen maken met de gun. Maar ja, ik weet niet. Het is een soort van een beetje vals spelen, maar ook weer niet helemaal. Want je gebruikt je pickaxe natuurlijk niet. Maar, oh, daar is iemand. Even andere wapen pakken en dan schieten. Bam, 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 bam. Oh, ik heb hem bijna. Oké, nice. We gaan die kant op. Ik denk dat ik hem zo kan killen. Daar is iemand binnen. Oh, er zijn meerdere binnen volgens mij. In ieder geval, ja, daar is iemand. Oké, nou, die heb ik gekillt. Als het goed is, is hier nog iemand. Ik heb geen idee. Ja, daar is iemand. Holy shit, die heb ik ook gekillt. Ah, nice. Dit ging tamelijk makkelijk en tamelijk goed. Maar als het goed is, loopt hier nog iemand rond. Want ik hoor gewoon voetstappen. En hier moet ergens iemand zijn. Of is hier iemand boven? Ik ga eerst die kerel proberen te killen. Voordat ik zeg maar de rest verder ga doen. Ja, hierboven is iemand. Die maakt daar nu een gat. En dan ga ik er nu achteraan. Oh, kom op, maak hem dood. Hoppatee. Holy shit, dit gaat echt niet normaal goed. Oké, nou dan kunnen we nu even alle wapens rustig gaan pakken. Even kijken wat zeg maar de beste wapens zijn die hier liggen. Ik pak even die sniper, die wil ik sowieso hebben. Nou, ik ga eerst even die poison nemen hier. Dan doe ik even rustig hier. Dan heb ik even 100 shield. Maar het begin van dit potje is echt gewoon perfect. 3 kills, echt no time achter elkaar. Ik zou nu eventueel nog een wapen kunnen pakken. Weet je wat, ik pak die medic kit. Dat vind ik wel chill. Dan heb ik die er ook weer bij. Dan heb ik gewoon nog 3 shields plus een medic kit. En die andere wapens die er liggen, ja, die heb ik niet echt nodig. Oké, we gaan verder naar het volgende huis. Oh, daar wordt geschoten ergens. Oké, we gaan die kant op. Gewoon fuck it, gewoon die kant op rennen. Weet je, ik ben nu helemaal in de goede modus. Nou, net werd hier nog ergens geschoten. Maar ondertussen zie ik helemaal niemand. Maar ja, er moeten hier meer mensen zijn. Want er werd nu net wel in de buurt geschoten. Nou ja, we lopen gewoon lekker door. Hier is in ieder geval nog niemand geweest. Ik heb weer wat kogels erbij. Nou, daar kan ik dus... Of daar zou ik in principe wel... Ja, dan moet die kogels verspillen. Weet je... Oh nee, hieronder is iets. Hieronder is nog een kist. Oké, die zit eronder. Boven zit niks. Dan zou ik eventueel hier dit kapot kunnen maken. Weet je wat? Ik schiet het gewoon kapot. Want daar heb ik 1 kogel voor nodig. En dan kan ik hier al langs. Oh, nice. Weer wat poisons erbij. En wat zit hierin? Oh, er zit ook nog grote poison in. Ja, die is wel beter, hè. Het is alleen een beetje verkoop. Oh, nee. Wat zou ik doen? Zou ik die medikit houden of die poison? Oh, nou, er zijn 2 poisons. Oké, dan hou ik die poisons. Dan doe ik het op deze manier. Nee, trouwens, dan doe ik het zo en dan doe ik die medikit. Dan, ja, dit is denk ik het perfect. Oké, dan kunnen we nu weer verder. Oh, dit gaat echt lekker tot nu toe. Dit zou, als het zo doorgaat, zou ik dit misschien wel gewoon kunnen winnen. Oké, in dit huis zit iemand. Ja, sowieso. Zit er geen trap op de... Nee, zit geen trap. Oké, dan gaan we omhoog rennen. Kijken, oh, hierachter is die. Waar is die? Oh, hier is die.
Oh, dat kan ik dus nu niet kapot maken. Dat is een beetje fucked up. Ik weet dat hier iemand zit, maar ik kan dus dat dus niet kapot maken nu met mijn pickaxe. Ik loop wel even om het huis, want ik denk dat hij zo op het dak gaat. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ja, hij zit daar op het dak. Oké, we gaan even sniperen. Wat, hoppatee. Oh, wat een schot. Lekker hoor, hij was ook wel redelijk dichtbij natuurlijk. Maar dat was echt een perfect headshot. Oké, nice. Dit gaat echt helemaal perfect tot nu toe. We gaan trouwens even omhoog bouwen, want misschien had hij wel leuke spullen daar liggen. Ik heb niet heel veel hout. Nou, dat komt natuurlijk omdat ik niks kapot mag maken. Maar ik heb ook maar 2 keer nodig. Oké, nice. Oh, hij heeft een paarse shotgun. Dat is hartstikke nice. Die kan ik gebruiken natuurlijk voor mijn blauwe shotgun. Oké, hij had prima spullen. Prima spullen had hij. Nou, verder ga ik niet gebruiken. Maar ik ben in ieder geval blij. Oh, dat is zo'n grote shotgun. Holy shit, dat is extra nice. Heeft hij wel minder kogels? Ja, maar deze shotgun is veel beter. Holy shit, dit is zo'n nieuw, redelijk nieuw wapen. Oké, maar laten we nu weer verder gaan. We gaan even naar binnen. Waar gaan we heen? We gaan even richting die meer. Hoe heet dat ook weer? Ja, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, die kant gaan we op. We hebben al 4 kills. Dus het gaat wel dikke prima tot nu toe. Oh, daar is gewoon iemand. Bam, bam, bam. Kut. Die shotgun is natuurlijk alleen voor dichtbij. En fuck. Shit, ik had het veel te laat door. Ik had eigenlijk moeten wisselen van wapen. Maar ja, ik was gewoon bezig met die shotgun. En ik dacht, ja, als ik nu nog ga van wisselen van wapen, ben ik sowieso dood. Want op de computer kan dat heel makkelijk. Maar op je mobiel moet je dan apart tikken, zeg maar. Fuck. Oh, shit. Het is echt fucked up dat het dan weer net nu zo slecht gaat. Nou, het ging heel goed. Maar dan dat ik dan op deze manier weer dood moet gaan, is echt fucked up. Maar weet je wat, dan laat ik het hier ook bij voor deze video. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen, deze challenge. Ik denk ook wel dat het haalbaar is. Want zo heel slecht ging het niet. Het is alleen een beetje, weet je, zo nu en dan. Bijvoorbeeld net toen ik dood ging, was het eventjes om even een muurtje te bouwen. Om te verdedigen. En dan even snel een ander wapen selecteren. Maar ja, dat kan dus helaas niet. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie wel hebben genoten. Dus ja, laat natuurlijk dat duimpje omhoog achter. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!